Nicolai Jurgensen heeft vandaag bij Feyenoord de buitentraining hervat. De topscorer van het vorige seizoen raakte een maand geleden in de wedstrijd bij Heracles geblesseerd aan de hamstring. De Deen trainde vandaag zo'n 20 minuten mee, apart van de groep. En het is nog niet bekend of hij zaterdag tegen PEC Zwolle al inzetbaar is. Positief is wel bij Feyenoord dat de ziekenboeg sowieso langzaam leegstroomt. Doelman Kenneth Vermeer is weer fit en traint volledig mee. Al mist hij nog wel wedstrijdritme. De oud-Ajaxiet raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd aan een pees in zijn hand. Kevin Dix, die Jong Oranje moest afzeggen vanwege een blessure, is ook weer hersteld. En verder zijn Bart Nieuwkoop en Sven van Beek weer volledig inzetbaar. Feyenoord trainde vandaag zonder de internationals, dus dat betekent dat Tapia, El Amadi, Sint-Juste en Vilena er niet bij waren. Dinsdag speelt Nederland tegen Zweden, maar aangezien Nederland met 7-0 moet winnen, weet Larsson al dat zijn land Zweden nog kans maakt op het WK in Rusland. En mogelijk dat ook Sofiane Amrabat op het WK te bewonderen is, want de middenvelder van Feyenoord sprak dit weekend met de Marokkaanse bond en het lijkt erop dat hij Marokko verkiest boven Nederland.